Wauw, hey broer, mag ik met je spelen? Nee, ga weg. What? Waarom niet? Jij en Pomni zijn hier niet welkom. Pardon? Miss Delight, regel dit. Ah! Dat is oneerlijk. Ik wil iemand om mee te spelen. Oh. Auw! Wie ben jij? Het is in orde. Ik ben Pomni. Bij mij ben je veilig. Waarom huil je? Mijn broer is de reden. Loser. Terug naar jou. Hey, je bent onbeleefd. Ga over hem heen. We zijn toe aan een avontuur. Kijk, wauw. We gaan ons eigen huis maken. Vertraag, veiligheid eerst. Nu zijn we klaar om met de bouw te beginnen. Het belangrijkste zijn de ogen. Goed punt. De ogen plaatsen waar ze horen. Maak leerlingen met ballen. Eén voor jou, één voor mij. Goh, geef het aan mij. Het is geen probleem. Ik heb dit gedekt. Waar is de bal? Oh, Josie. Ben je oké? Jullie, druk op de like-knop om Josie te helpen uit de bal te komen. Ja, jongens. Vind deze video leuk. Een zuiger? Ik zal het eens proberen. Ik ga het niet redden. Meer likes. Haast je. Een zwaard? Een beetje beter. Ik hoop dat het werkt. Moeten we dat niet doen? Nee, nee, nee. Ugh, het is nutteloos. Jongens, we hebben meer likes nodig. Ja, bedankt. Een drietand zal het werk doen. Nou, het is voorbij. Ik haal je eruit. Oef, het is gelukt. Pomni, ik ben je er eens schuldig. En jullie? Alsjeblieft, ik zorg voor de ballonnen. Ze hebben leerlingen nodig. Dan blauw. Zo. Ziet er fantastisch uit. Weet je, mijn make-up vraagt om een update. Ik zal mijn wimpers doen. Natuurlijk. Het Pomni-huis heeft ook wimpers nodig. Ik maak ze van karton. En verf ze zwart. Het enige wat ik hoef te doen is alles aan elkaar lijmen en vastzetten. De mascara is niet geschikt voor zijn werk. Er is een grotere borstel nodig. Perfect! Geweldig gedaan! Het eerste punt is voltooid. Heb je me niet zien aankomen? Hier ben ik. Ik zal je plannen voor je wijzigen. Ik vind dit idee veel leuker. Wat maakt een Pomni-hoofd uit als er Kane is? Haha! Huh? Ik heb je daar niet gezien. Overhandig ons plan. Direct. Kijk eens of je het aan kunt. Geest! Hey Kane. Verrassing! Oh mijn! Dat was episch. Als het zou komen. Dit is van ons. Ik heb het plan. Geweldig. Toedels Kane. Nee, stop. Hij is er weer vandoor gegaan. Kane, het is nog niet voorbij. Josie, waar is het plan? Breng het terug waar het hoort. Wauw. Wacht even, stoute meid. Kun je helpen? Geen probleem. Op en gaan. Klaar. Niet echt. Pompons. Nu is het. De pet is klaar. De pompons zijn zo pluizig. Ik heb een idee. Een pompon verandert in een blushpuff. Eén wang. En de andere zo. Oh nee, waarom zou iemand een pompon verpesten? Josie? Dat was niet mijn bedoeling. Oké, dat kunnen we oplossen. Ik zal nieuwe pompons maken. Beter dan deze. Omdat ze sprankelend zullen zijn. Raak het.
Ik snap de truc niet. Waarom zou het niet werken? Je maakt een grapje. De draden zijn doorgesneden. Het pad brengt me naar de deur. Oké, ik zal dit zo afhandelen. Wat is er aan de hand? Geen zorgen. Ik ben bijna klaar. Tuurlijk. Hier is de draad. Je zult er spijt van krijgen. Schiet op. Nu gaan we aan de slag. Ik sluit de draden aan en zet hem aan. Hij draait. We maakten het. We hebben de pompons. Mijn glimlach helderder maken. Tadaa. Ik zal er een stel scheve tanden aan toevoegen. Bonny zal instorten. Ik zal scherpe hoektanden maken. Ik zal haar flink laten schrikken. Bonny. Doe dat niet nog een keer. Het is een grapje. Ontspan. Grappig, hè? Het is niet. Je hebt geen hoektanden nodig. Alleen normale tanden zoals de mijne. Nu zijn we aan het praten. We hebben het ook voor elkaar gekregen. Wat is er? Er is iets dat ik moet vinden. Niet dat. Dit is goed. Snij het overtollige af. Teken lippen op karton. Weet je, ik zou mijn lippen moeten doen. En ik? Er is ook iets voor jou. Kinderlippenstift. Bedankt. Wauw. Weer een vakje afgevinkt. Bouw is vermoeiend. Je zou een dutje moeten doen. Ga maar zitten. Hier is je zachte speeltje. Ik zal je een verhaaltje voorlezen voor het slapen gaan. Er was eens een baby pony die op avontuur ging. Ik ben om de een of andere reden erg slaperig. Ik hoop dat ze hier zijn. Mijn broek. Eindelijk. Waar is de jas? Oh nee. Het enige dat er nog van over is, zijn een paar stukjes. Oeps, ik zou niet graag iemand willen storen. Iedereen slaapt. Dummy, je gaat vandaag niemand wakker maken. Zo, geweldig. Niets staat mij in de weg om van dat domme speelgoed af te komen. Waar gaat dat lawaai over? Ik heb een pers nodig om al het speelgoed kapot te maken. Laat het scheuren. Oh nee, doe dat niet. Hoe kan ik opstaan zonder Josie wakker te maken? Doei, schat. Kane, je ging deze keer te ver. Neem dat. Hoe lang heb ik geslapen? Hey, heb je goed geslapen? Ik heb je speeltje. Een deken? Ik weet wat ik ermee moet doen. Het wordt Pommy's haar. Nog een punt dat moet worden afgevinkt. In de tussentijd ga ik iets maken van schuimrubber en stof. Een kraag. We zijn klaar met het laatste. Oeps. Wat is dat? Een nieuw plan? Oh ja. Verrassing. Wow. Ben je er klaar voor? Dat ben ik zeker. Kijk. Hoe is een doos hier terechtgekomen? Wat zit erin? Een vleermuis? Zo eng. Helemaal. Ik ben bang voor vleermuizen. Laat me alleen. Vlieg weg. Wat is dat in vredesnaam?
opjagen. Auw, hij heeft mij gebeten. Smerig ding. Zijn dit hoektanden? Ik reflecteer niet meer in spiegels. Pony, ik kom eraan. Licht. Nieuwe vloer. Alles goed. Fantastisch. Ik zal de entree een beetje opfleuren. Een nachtkastje hier. En met een plant gaat hierheen. Ons huis is compleet. Nu kunnen we een hapje eten. Smakelijk. Chocoladekoekjes zijn mijn favoriet. Ik kan het niet tegenhouden. Ik heb geen zin meer om te eten. Mmm, lekker. Kijk naar je gezicht. Geen zorgen. Ik zeg dat we een dia toevoegen. Goed gesprek. Ik zal eindelijk wraak op je nemen voor alles wat je hebt gedaan. What? Rennen. Hij werd een vampier. Ik kan niet van me weglopen. Wat is de oplossing? Knoflook. Knoflook is het ergste. Auw. Oh nee, ik moet hier weg. Waar brengt de deur ons? Het is de enige uitweg. Oké, toegang alleen voor vampiers. Dus wat moet ik doen? Oh, dit is een vampier makeoverplan. Ga aan het werk. Zo. Zoals ik het zie kun je geen vampier zijn zonder de juiste glamour. Deze make-up is niet goed. Het zou vampier vibes moeten afgeven. Knip vleermuizen uit. En versier al mijn make-up zo. Leuk. Voelt als een vampierrol. Ik ga op zoek naar inspiratie voor vampier glamour. Nee, niet dat. Dit raakt bij mij een gevoelige snaar. Spel aan. Wow. Leuk. Fascinerend. Oh ja. Schattig. Ja. Hihi. Ik ben geobsedeerd. Wauw. Fantastisch. Zo, ik ben klaar met make-up. De hoektanden doen het niet voor mij. Auw, van wie zijn enkele scherpe hoektanden? Ik kan niet wachten om ze te testen. Oké. Huh? Is dat een vampierbeet? Vanaf nu heb ik hoektanden. Bedankt, Kane. Rawr. De hoektanden zijn geweldig zoals ze zijn. Maar ik kan nog steeds het spel verbeteren. Wat als ik ze verblind? Wel? Ugh, je weet niets. Ga erheen. Hier en daar een strassteentje. Leuk? Ja, klaar. Hoe denk je over mijn slagtanden? Geweldig, toch? Oeps, wat is met mij aan de hand? We moeten gaan. Doei. Dag. Ik bedoel, er kan letterlijk van alles achter de deur zitten. Ik weet het. Het is vandaag de deur van een kledingwinkel. Ik moet wachten tot die open gaat. Welkom. Hey, we kunnen aan elke smaak voldoen. Humph, te veel lavendel. Te veel pluis. Dat is perfect. Wauw. Deze riem is precies wat je zoekt. Betaalmogelijkheid? Betaling? Geen betaling. Heb medelijden. Ik ben een ervaren vampier, weet je. Hey jongens, dat is een slecht voorbeeld. Betaal altijd voor je spullen. Bedankt. Graag gedaan.
Ik sta te popelen om het te passen. Een t-shirt is zo basic. Ik ga er nog een schepje bovenop doen. Wat verf toevoegen en op mijn handpalm aanbrengen. Vervolgens maak ik een afdruk op het t-shirt. Rood en blauw. Breng gele verf aan met een tandenborstel. Tijd om te proberen. Geweldig! Wie is hier? Waar ben ik terechtgekomen? Hij is een inbreker. Zoebel, je helpt me een handje. Jij, blijf weg. Wat dacht je daarvan? Oh, is dat alles? Oh, ga weg, zei hij. Pas op. Catnap, red mij. Oef. Stop, inbreker. Wat? Hier is de man. Ik heb hem knock-out geslagen. Stil, laten we de wekker zetten. Ik ben geen opgever. Ik kan niet wachten tot het voorbij is. Verdedig jezelf, spin. Je hebt op dit punt verloren. Bedankt, spin. Bedankt, jij. Hoe kan ik iets teruggeven? Ik neem dit. Nou, ik zal de fraude afhandelen. Eindelijk. Ik zou mijn schoenen moeten veranderen. Weg met de oude kicks. Tijd om nieuwe te proberen. Geweldig. Woef. Inbrekers bestrijden is vermoeiend, weet je. Wat is het? Een tas. Ik ga het gebruiken. Knippen. Doe mee. De gele knopen zullen er geweldig uitzien. Ik vind het leuk, maar er klopt iets niet. Ik zal in de kast kijken. Te lang. Laten we de zaken versnellen. Huggy Wuggy? Nee. Catnap? Nog niet. Kaufmo? Hey, Ragata, slechte timing voor grappen. Nu is mijn outfit perfect. Rar. Nog een punt om af te strepen. Haar is het volgende deel van het plan. Laten we aan de slag gaan. Wat hebben de dobbelstenen te zeggen? Wednesday? Oké. 1, 2, 3, 4. Toch een slecht idee. Opnieuw gooien met de dobbelstenen. Pikachu? Dat is interessant. Pikachu? Lang, lang. Blikseminslag. Dobbelsteen, laat me niet in de steek. Dat is waar ik het over heb. Hé, stop! Kom terug! Ragata, ben je er weer mee bezig? Dat ben ik niet. Je hebt gelijk. Het is eigenlijk leuk. Sneller! Oeps, dat was lastig. Ik doe liever iets nuttigs, zoals het sterven van nieuwe haarspelden. Knip het uit. Lijm. Een rand toevoegen. En pompons. Plak het op een haarspeld. Zo. Arme Ragata. Ik heb ook een haarspeld voor je. Haar is klaar. De volgende uitdaging is bloed drinken. Frisdrank gaat niet werken. Dit is waar jij, Ragata, van pas komt. Slecht idee. Sorry. Hoe zit het met deze?
Nee, te veel. Het raakte me. Tomatensap zal het woord redden. Niemand zal het kunnen vertellen. Weer een punt voltooid. De volgende taak zijn lenzen. Zo. De klus geklaard. Een vleermuis makeover? Hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? Ik zal proberen op te stijgen. Nee, wat als ik mezelf ergens van afgooi? Ik ben bang. Ik zal niet terugdeinzen. Ha! Dat deed veel pijn. Dit is mijn sleutel tot de vleermuis makeover. Pas op, schurken. Nee, dat heeft geen zin. Afkruisen. Hi there. Hallo. Het vampierfeest was aangestoken. Ik heb het fantastisch gehad. De jongens zijn feestbeesten. Zien? Dit is echt verleidelijk. Moet ik toegeven? Ik ga naar een feestje. Nagata, ben je aan het chillen? Ik heb ook een pauze nodig. Feestjes zijn vermoeiend. Je bent schattig. Ik moet gaan. Oeps, de tas was me helemaal ontschoten. Waarom zou ik het knippen? Wat moet ik nu doen? Juist. De handtas zal uniek zijn. Nog een laatste punt voltooid. Oh, ik reflecteer niet in de spiegels. Wat betekent dat ik naar het feest moet gaan? Hey jongens. Wow, je ziet er adembenemend mooi uit. Het was geen tijdverspilling. Huh? Hey jongens, kom hier. Wil iemand met mij een TikTok maken? Hey jij. Professor Archibald? Natuurlijk. Iedereen klaar? Laten we gaan. Hey, wie heeft er een zwerver binnengelaten? Ik ben het nieuwe meisje. Ik ruik de armoede al van een kilometer afstand. Dit is niet aanvaardbaar. Verkeerde deur, jongen. Eruit! Nee, ik heb een certificaat. Welkom? Stink naar armoede. Alsjeblieft. Ik heb een gezichtsmasker van luxe vezels nodig. Ik kan het risico niet nemen om al deze armoede in te ademen. Hallo, nieuw meisje. Oh, hey, je bent knap. Wat? Ik krijg geen ideeën. Hij is mijn vriendje. Auw, ik had geen idee. Ex-vriend. Hij is van mij. Niet in je stoutste dromen. Let op. Wie wil het voorbeeld op het bord oplossen? Iemand? Oh, jullie. Zou je het kunnen doen? Reageer met het antwoord hieronder. Blijkbaar zijn er geen vrijwilligers. Oké, ik snap het. Professor, ik ben klaar. Hier is mijn antwoord. Wat? Het is correct. Oh, bedankt. Wacht even. Ik krijg je cijfer. Het is een beetje stoffig. Gefeliciteerd. Een plus. Bedankt. Ugh. Parvenu. Verkeerd. Zoals altijd. Het verdient duidelijk een onvoldoende. Wat? Sorry, opschepper. Ik? De titel van de beste student gaat van Dana naar Blair. Gered door de bel. Doei. Dat is alles, bedelaar. Het spel is voorbij voor jou. Nee, niet doen. Hou vol. Wat ben je aan het doen? Oh, nee. Oh, nee. Oeps. Leef je nog, rat? Je maakt een grapje. Weet je, deze stijl is jouw ding. Blair, wacht even. Maak je gezicht schoon.
met geld bedankt. Huddy, je moet een kant kiezen. Dit is verschrikkelijk. Haat ze. Blair. Ga weg. Wat is dit? Oeps. Je kamer is klaar. Oh, dank u, professor. Kunt u helpen? Hartelijk dank. Graag gedaan. Kom, waar moet ik heen? Rechtdoor en links. Ach, daar is ze. Dit is jouw sleutel en jouw deur. Dana en Grace zijn je huisgenoten. Een miljoen keer bedankt. Wat? Jij? Ik ben je nieuwe kamergenoot. Nee, lieverd. Oh, je bed staat daar. Als armoede een persoon was. God, dit is mijn bed. Die van jou is die. Heb je haar koffers gezien? Au, hete puinhoop. Ik moet het opruimen. Is ze echt aan het schoonmaken? Ik hou van mijn ouders. Het bed lijkt gezellig. Au, mijn staartbeen. Een hand? Waag het niet. Wat is je probleem? Loser, lach. Hey. Oh, hey. Kijk, wat? Wil je met mij naar een film gaan kijken? Wow. Oh ja, helemaal. Kom. Wie moet dit schoonmaken? De slop en onze Huggy. Je bent zo klaar, Blair. Huggy, jij bent ook klaar. Welkom. Voor welke film ga jij? Deze. Geweldig. Wacht even. Wat popcorn? Eén popcorn, alsjeblieft. Oh ja, zeker. Zo, genieten. Ach, bedankt, Huggy. Jij bent de schattigste. Oh nee, gooi het weg. Dit is echt smerig. Hier zijn onze kaartjes. Nee, ik kan je niet binnenlaten. Waarom niet? Handen vasthouden is niet toegestaan. Oké, hoeveel bedraagt de vergoeding? Ik wil je geld niet. Wat is het probleem? Jullie twee staan op de zwarte lijst. Dag, doei. Geweldig, we zijn hier weg. Daar is je kamer. Hier zijn we. De avond was geweldig. Oh, nee. Wacht even. Kun je helpen? De laatste test? Je wilde profiteren? Onbeleefd. Wat? Nee, zo is het niet. Huggy zal duidelijk nooit vallen voor een meisje als ik. Ik moet er zo snel mogelijk iets aan doen. Goh, mijn make-up is 100 jaar oud. Wauw! Mijn huisgenoten hebben hele leuke make-up. Het is geweldig. Moet ik het lenen? Nee, het meenemen van andermans spullen is slecht. Ik moet iets bedenken. Ik snap het. Het geld dat Huggy mij gaf. Het is alleen niet genoeg. Gelukkig weet ik waar ik meer kan krijgen. Niemand kijkt? Oh, dat is veel geld. Nee, leuk, maar nee. Een gouden noot. Oh, hier is een vacuüm.
Ik bewaar het afval, want niemand heeft het nodig. Het is een heel fortuin. Leuk! Blair? Maak je geen zorgen, ik ben het. Mijn fout, professor. Wat ben je aan het doen? Ik ben de hal aan het schoonmaken. Helemaal klaar. Doei! De stofzuiger was niet aangesloten. Oh, ik wil het allemaal. En dit. Hou haar in de gaten. Wow. Ik neem dit ook. De duurste dingen uitkiezen? Oh ja. Zo. Eens kijken. Het is echt prijzig. Hier, ik betaal contant. Oh, echt? Bedankt om bij ons te winkelen. Wauw, dag. Ik ben klaar om te gaan. Laten we aan de slag gaan. Oh, ik kan het niet zien. Eerst wassen we de oude make-up eraf. Vervolgens breng ik de nieuwe make-up aan. Lichte blush. Nieuwe oogschaduw. Veel mascara. En levendige lipgloss. Laten we nu mijn haar doen. Ik zal mijn gewone krullen stijl maken. En voeg er een strik aan toe. Wat? Wie ben je? Zo mooi. Oh, hey meiden. Genoeg. Wow, verbazingwekkend. De oorbellen. Een hele upgrade van onze loser roomie. Trouwens, waar is ze? Ik weet het niet zeker. Ze woont hier niet meer. Ik ga. Goh. Oh nee. Het eindexamen. We zouden moeten gaan. Neem me niet kwalijk, professor. Waarom ben je te laat? De test is begonnen. Hey, Grace. Dag, Huggy. Zijn jullie er klaar voor, genieën? Ga. Het is gemakkelijk. Ik weet alle antwoorden. Ik ben klaar. Oh, er is nog tijd genoeg. Dat is gekkenwerk. Blijkbaar hebben ze hulp nodig. Hey Dana, heb je de antwoorden nodig? Bedankt. Grace, wil je kopiëren? Wow, bedankt. Huggy, heb je die antwoorden nodig? Wat is dit? Draai het om. Bedankt. Hou op, leg je pennen neer en lever je papieren in. Zo, professor. Eens kijken. Ik kan het niet geloven. Wow, het is correct. Je hebt het gehaald. Gefeliciteerd. Dit is de mooiste dag uit mijn carrière. Ja, ja, het werkte. Nu zijn jullie allemaal de beste studenten. Ik ben zo trots op jullie. Dag, professor. Bedankt. Je hebt ons gered. Aan de slag. Hey, prachtig. Wil je een goocheltruc zien? De roos is voor jou. Nee, ik heb niets van je nodig. Huggy, je bent nu een loser. Huh? Wat is er? Genoeg. Hey, jongens. Help, ik kan het niet zien. Wie is zij? Oh, ik denk dat ik moet gaan. Kan niet wachten tot de pauze voorbij is. Mijn boeken. Huh? Geweldig schot. Oeps. De populairste tweeling op school. Ik ben jullie fan. Hier is een handtekening. We vinden het niet erg. Zo aardig van je. Zus, kijk. Handtekeningen van de tweeling. Niets om enthousiast over te zijn. Moet je dit zien? Ze hielden je voor de gek. Ugh, dat is onbeleefd.
Vergeet dat ik je fan was. Nu zijn we vijanden. Ik ontdoe me van alles wat met hen te maken heeft. Geen genade. Stop, wij kunnen net zo populair zijn. Dit zou zelfs kunnen werken. Ik weet waar ik moet beginnen. Een oud boek met tips over hoe populair te worden. Het was van onze overgrootmoeder. Ik heb een beter idee. Laten we op het internet zoeken. Een verzoek intypen. Zoeken. Hoi jongens, vandaag gaan we jullie vertellen hoe je make-up op de juiste manier aanbrengt. Laten we beginnen met het reinigen. Het geheim is dat je reinigingsgel op een wattenschijfje aanbrengt, erop blaast en het over je gezicht wrijft. Het proberen waard. Echt niet, het is oplichterij. Ik heb het. Goed, ik zal het proberen. Zo ongewoon. Karen, wat is er met je aan de hand? Wat bedoel je? Je neus. Wat is er met mijn neus? Er zit een lelijke haar op. Ik weet hoe je het wegkrijgt. Nee! Ja! Ik heb dit. Bedankt voor de zorg. Prima, ik ben aan het filmen. 1, 2, 3. Deze puistjes zitten overal. Maar ik zal ze aanpakken. Stop! Er is een speciaal gereedschap voor deze doeleinden. Vertrouw me hiermee. Ik verwijder ze in een mum van tijd. Wow, alle puistjes zijn weg. Maar er zijn nog steeds rode vlekken. En daarvoor hebben we een speciaal masker. Combineer de ingrediënten en schud goed. En nu brengen we het masker aan op het gezicht met een spatel. Laten we de timer zetten. Hoe lang nog? De tijd is om. Neem het masker af. Rustig. Wauw. Het effect is onmiddellijk. Acnepleisters zouden net zo goed moeten werken. Alle puistjes zullen weg zijn met de wind. Afdoen. Wow. Het werkte. De clip kan over zijn. Oeps, dit kwam als een schok. Wat is er gebeurd? Ik heb de clip per ongeluk op TikTok gepost. Serieus? Dit is belachelijk. Claire, je moet losers en TikTok zien filmen. Een emoji van de tweeling? Ze vonden de clip geweldig. Of ze staken gewoon de draak met ons. Hoe durven ze? Karen, je handen. Dit is een echte ramp. Breng lotion aan en dompel ze in een paraffinebad. Vervolgens zal ik de harde was verwijderen. Wow, de huid op je handen ziet er perfect uit. Verbluffende resultaten. Caroline, je lippen. Ze zijn een beetje gebarsten, maar dat is niet erg. Ik heb honing en suiker nodig. Heb eens. We nemen thee. Nee, het is voor de lippen. Ik meng honing met suiker om een geweldige lipscrub te maken. Aanbrengen op de lippen en klaar. Ik ben erdoor geobsedeerd. Het is tijd voor een selfie. Kijk in de camera en lach. Oh nee, is het een panda of wat? Waarom zie je onder je ogen er zo slecht uit? Dit bevroren komkommersap staat al een eeuwigheid in de koelkast. Het kwam eindelijk van pas. We zullen je helpen je kringen onder je ogen in een ogenblik te behandelen. IJs is versterkend en verfrissend. De donkere kringen zijn nergens meer te bekennen. Een bericht? We hebben een test vandaag. Kom niet te laat. Hoi. Caroline, je ziet er geweldig uit. Prachtige makeover. Kijk eens. Bedankt, Karen. Kom binnen. Het is ons gelukt. Wat geweldig. Hallo allemaal. Ze heeft slatozaartanden zitten. Eeuw. Niet giechelen. Het was allemaal voor niets. Wat is ons plan nu? Oh nee, de tweeling heeft ons weer uitgelachen. We zullen nooit populair worden. Kom op, je hoeft alleen maar je tanden te poetsen. Dat is niet genoeg. Wacht even, deze borstel zal zeker het werk doen. Nee, nee en nee.
Weet je, ze doen het geweldig. Ik geef ze een duim omhoog. Nee, ben je gek? Het zijn losers. Waag het niet om dat te doen. Het zij zo. Als je het echt wilt, gebruiken we witmakende strips. De tanden zijn zuiver wit. Ik hou ervan. Je moet de strip eraf halen. Uit. Oh, nu snap ik het. Mijn ogen. Je tanden zijn verblindend. Sorry. Ik kreeg het warm. Je haar. Het is tijd om het te wassen. Je hebt roos. Ik weet het. Het is een ramp. Geen zorgen. We lossen het op. Ik heb een haarmasker en een scrub. Breng het masker aan en masseer je hoofd goed in. Vervolgens brengen we de scrub aan op de hoofdhuid. Zodat Roos geen kans krijgt. Wrijf het harder in. Haar is perfect in orde. Zet de livestream aan en laten we de glow-up starten. Laten we eens kijken welke schatten onze beautydoos bevat. Er is een hoop spul. Ik wil het allemaal uittesten. Laten we beginnen met de basis. Gebruik een spons en breng de foundation gelijkmatig aan. Geweldige opname. Ik hou ervan. Niet zo belangrijk. Foundation zit erop. Nu concealer. Markeer de jukbeenderen, het voorhoofd. Maak de lippen groter, markeer de neus en retoucheren. Klaar. De volgende stap is contouren. Definieer de jukbeenderen en het voorhoofd. Vervolgens blush. Jukbeenderen en het puntje van de neus. Dat is genoeg. Geweldig! Breng glitter aan op de oogleden. En breng heldere oogschaduw aan. Laten we de wimpers doen. Het enige wat we nog moeten doen is lipgloss aanbrengen. Voilà! Fantastisch! Nee, dat is het niet. Dat wil ik ook. Mary, stop nu meteen. Deze gadget zal ons helpen om perfecte krullen te krijgen. Ik kan niet wachten om te beginnen. Een rechte haarlok verandert in een luxueuze golf. Prachtig! Jouw beurt. Dat is fascinerend. Ik zal het proberen. Er ging iets mis. De gadget ging kapot. Mijn haar, het is vreselijk. Ik heb een beter idee. We hebben een badjasriem nodig. We maken het nat om krullen te maken. Ik heb het. Laten we beginnen. Wikkel de strengen rond en geef het wat tijd. Wow, het is gelukt. Onze outfits alleen? Die moeten we veranderen. Ik weet het. We bestellen dingen online. Goed idee. Bestel, ik wil het ook. Oeps, hoe annuleer ik? Maakt niet uit, we laten iets bezorgen. Is dit de levering? Te snel. Uw bestelling is aangekomen. Grote dozen. Hoi, ja, we bezorgen dingen. Populaire tweeling werkt in de bezorging. Iedereen moet dit weten. Caroline, stop. Laten we het kwaad bloed stoppen. Goed. Vrede? Vrede. We zullen je helpen de perfecte pasvorm te vinden. Laten we met deze beginnen. Ik ben er niet zeker van. Deze? Harde nee. En deze dan? Wow, goede keus. Het staat je echt goed. Precies goed. Je hebt zeker je doel bereikt door de knapste meisjes van school te worden. De les is al lang geleden begonnen. We moeten gaan. Wie krijgt dit jaar de titel van tweelingkoningin? Ja, wij worden de collegekoninginnen. De winnaar krijgt een reis. Karen, we moeten meedoen. Dat is dom. Een gratis reis. We doen mee. Ik heb een idee. Natuurlijk, ik doe mee. Wees gewoon stil.
We moeten leuke outfits uitzoeken. High five! De les is voorbij. Jullie kunnen gaan. Woehoe! Kijk uit. We moeten gaan. Au, ze zijn het. Ze zullen nooit winnen. Verzonnen. Een tekst. Wij zullen winnen. We gaan winnen. In je wildste dromen, losers. Waag het niet ons te bedreigen. Ik moet mijn make-up bijwerken. Er is hier iemand. Een chili-lippenstift. Shh, Claire staat een verrassing te wachten. Eindelijk, mijn lippenstift. Ruikt vreemd. Het is chili. Het brandt. Wat is er gebeurd? Stoute meiden hebben chili in mijn lippenstift gedaan. Weet je, het ziet er wel cool uit. Is dat zo? Wat dan ook. Ik zal mijn make-up ook bijwerken. Dat is raar. Het zit vast aan de tafel. Dat weten we niet. Wat? Ze hebben mijn make-up aan de tafel geplakt. Oké, dat houdt me niet tegen. Blush. Lipstick. Mascara. Klaar. Big deal. Ben je klaar? We maken een TikTok, net zoals we geoefend hebben. 1, 2, 3, 4. En een hart. Kinderspel, wij kunnen dit ook. Eens kijken wat er nieuw is. Wow, onze TikTok gaat trending. Wie in de wereld is dit? Onze vervelende kamergenoten. 0 likes. Losers. Jij hangt posters op aan die kant, ik aan de andere. Prima. Ruilen. Klaar. De laatste hier. Goed gedaan. Laten we ons klaarmaken. Wat? Hun posters hangen overal. Ik heb een idee. Voorzichtig uitknippen en opplakken. Het is zelfs beter dan de originele. Je bent cool. Ik geef je mijn stem. Zo lief van je. Het plan heeft gewerkt. Wow, dat is het. De kroon. Het is adembenemend. Hé, handen af. Deze kroon is van ons. Het is zo fluffy. Oh nee, onze kroon. Geen veren. Sorry dat ik stoor. Maar de winnaar krijgt de kroon na de wedstrijd. Hij blijft voorlopig hier. Dat is niet eerlijk. Wat doen zij in hemelsnaam? We zijn hier voor de jurken. Wij ook. Deze jurk is van mij. Meisjes, niet vechten. Wie in de jurk past, mag hem hebben. Goed, naar de paskamer. Zo onbeleefd. Ik denk dat het niet mijn maat is. Geen fan. Het is stom. Ik denk niet dat het je echt staat. We zullen zien hoe het je staat. Dit is een ramp. De jurk is te klein. Nee, het is een harde nee. Wat snap je niet? Wat is de manier om te gaan? Oh, ik weet het. Meisjes, dit is voor jullie. Hier passen jullie zeker in. Hopelijk. En jij ook. Bedankt. We hebben zoveel stemmen gekregen. Uitstekend. Laten we ons nu aankleden. Met deze prachtige jurken gaan we zeker winnen. Ik kan niet wachten. Kijk daar eens naar. Zoveel stemmen. Wacht, ik heb iets bedacht. Wat is het? We legen dit blik. Oeps. Een foto om te onthouden. Nu zijn we klaar.
Hé, niet te snel opgewonden raken. Hier, kijk eens. Je stembus is leeg. Dat kan niet waar zijn. Rennen! Het is gelukt. Ja! Leeg. We moeten alles snel bij elkaar krijgen. Haal de jurken eruit. Oh, snap. Ik heb onze jurken achtergelaten. Gebruik je fantasie. Het schoot me te binnen. Laten we de jurken van onze rivalen aantrekken. Past als een handschoen. Goed gezien. De wedstrijd begint. We hebben bijna alles. Vooruit. Klaar, we kunnen wisselen. We lopen achter. Waar zijn die jurken?